Hey, mijn naam is Ibrahim en in deze video leg ik je binnen 5 minuten aan de hand van 4 korte hoofdstukjes uit wat jij als student en dus aspirantagent moet weten over de examens in de basispolitieopleiding. De basispolitieopleiding is zoals je vast en zeker weet vernieuwd. Dit betekent ook dat de examens er anders uitzien. In het nieuwe onderwijs krijg jij als student de ruimte om je kwaliteiten optimaal in te zetten. Je bent zelf eigenaar van je leerproces. Je leert om je zelfstandig te ontwikkelen en te blijven ontwikkelen. En dat maakt je weerbaar. En niet elke opdracht wordt telkens apart getoetst. Jij krijgt de gelegenheid om in elke opdracht te werken naar je ontwikkeling, naar goed politiewerk. Je hoeft dus niet gelijk op het eindniveau van de opleiding te zitten. Binnen de opleiding groei je richting dat eindniveau. En tijdens de examenmomenten bekijken we waar je staat op de weg naar goed politiewerk. En of dit voldoende is om een stap verder te zetten binnen de opleiding. Op jouw weg naar goed politiewerk zijn 3 momenten waarop we met een officieel examen een beslissing nemen over jouw studievoortgang. En dat zijn de examens van kwartiel 3, 5 en 8. Voordat je mag deelnemen aan het examen, zorg je ervoor dat je in je portfolio genoeg informatie over je studievoortgang opneemt. Het portfolio voor de kwartielen 3 en 5 lever je op een vast inleven moment in. En dat is voor alle studenten hetzelfde moment. Daarnaast moet je een aantal voorwaardelijkheden halen. En dat zijn vaardigheden die je nodig hebt als politieagent en die op verschillende manieren bij je worden getoetst. Denk hierbij aan rijvaardigheid, schieten of je geweldsbeheersing. Als je hier aan voldoet, ben je klaar voor het portfolio-examen. Tijdens de 3 examens bekijken examinatoren aan de hand van je portfolio waar je staat op de weg naar goed politiewerk. Het examen van kwartiel 3, dat is je eerste examen, wordt afgenomen door 1 examinator. De andere 2 examens, dat zijn de examens van kwartiel 5 en 8, worden door 2 examinatoren afgenomen. Mocht je overigens voor het eerste examen een herstelpoging nodig hebben, dan is daar ook een tweede examinator bij aanwezig. Tijdens het examen bekijken de examinatoren of je je de vaardigheden en kennis eigen hebt gemaakt. Kunnen we jou de praktijk insturen? Ben je klaar om als tweede man of vrouw op de auto te zitten en kunnen we jouw diploma uitreiken? Dat zijn de vragen waarover de examinatoren een beslissing nemen. En zij doen dat steeds door te kijken naar goed politiewerk. En dat te vergelijken met wat jij hebt laten zien de afgelopen kwartielen. Wat goed politiewerk is, staat beschreven in de onderdeelbeschrijvingen. Per onderdeel beoordelen de examinatoren of je dit al beheerst, dan heb je het volledig aangetoond, of jij je er al in hebt ontwikkeld, dan heb je het gedeeltelijk aangetoond, of dat je daar misschien nog wel helemaal niets in hebt laten zien, dan heb je het niet aangetoond. Hoe verder je in je opleiding bent, hoe meer er van je wordt verwacht in de examens. Als student maak je een leerproces door op school en in de praktijk. Het is belangrijk om te verzilveren wat je hebt geleerd. Je verzamelt bewijsstukken waarmee je kunt laten zien waar je bent op je weg naar goed politiewerk. En deze bewijsstukken heb je zoveel mogelijk in authentieke, praktijkgerichte situaties verkregen. Tijdens je opleiding verzamel je bewijsstukken die je kunt gebruiken voor je portfolio. En dit kan van alles zijn. Feedbackformulieren, beroepsproducten, bodycambeelden, resultaten op kennismeters, reflecties enzovoort. Wat je opneemt in je portfolio is afhankelijk van wat je hebt gedaan in de afgelopen leerperiode. Er is geen goed of fout bewijsstuk. Het is wel belangrijk dat je genoeg informatie geeft. Daarmee laat je zien dat je inzicht hebt in waar je staat. De examinatoren lezen en beoordelen je portfolio. Daarna volgt een gesprek waarin je vraag krijgt ter verduidelijking of waarnaar zij nieuwsgierig zijn. Dat is dus 1 examinator voor kwartiel 3 en 2 examinatoren voor de examens voor kwartielen 5 en 8. Het gesprek moet je zien als een aanvulling op je portfolio. Je geeft zo een compleet beeld van wie je bent en hoe ver je onderweg bent. Feedbackformulieren van docenten en begeleiders zijn voor jouw ontwikkeling erg belangrijk. Ook voor examinatoren zijn het belangrijke en betrouwbare bewijsstukken. Docenten en begeleiders zijn immers experts en kunnen daardoor jouw handelingen en vaardigheden goed inschatten. Goede politieagent word je niet door 1 oefening. Je kunt 1 aangiftegesprek goed hebben gedaan, maar doe je dat dan altijd goed? Dat is nog maar de vraag. Blijf dus oefenen en verzilver steeds ieder moment. Zo kun je ontdekken of je het altijd goed doet. En dat laat je dan ook aan de examinatoren zien. Je neemt meer bewijsstukken op en zo laat je zien dat het geen toevalstreffers zijn. Aantonen dat je iets kunt, kan alleen met betrouwbare informatie. Zo is het resultaat van een kennismeter die onder toezicht is afgenomen veel betrouwbaarder dan van een profcheck waarvan niet altijd duidelijk is onder welke condities die is gemaakt. Ben je voldoende op weg? Dan behaal je het examen en ga je door naar het volgende kwartiel. Bij een onvoldoende krijg je een herstelpoging. Je krijgt dan de tijd om in een korte periode nog wat leermomenten te verzilveren en ontbrekende bewijsstukken aan te leveren. Als de examinatoren ook na het tweede gesprek met jou constateren dat je nog niet ver genoeg bent, dan krijg je een extra kwartiel de tijd. En in dit kwartiel ga je werken aan je ontwikkelpunten. Hierna krijg je 2 nieuwe kansen om het examen te behalen. Misschien heb je nog een vraag over het portfolio of over de examens,
of je voldoende bewijsstukken hebt verzameld of dat bewijsstuk geschikt is om te gebruiken, stel die vraag dan aan je docent of aan het begeleidingsteam. Heel veel succes met je examens en zet hem op!